Dokfest een documentaire festival met heel veel documentaires. En wat opmerkelijk is aan Dokfest is dat zie je nu hier. Het is een industriële setting. We hebben een bioscoop met gewone zalen, maar we hebben ook industriële gebouwen waar films vertonen. We hebben wc-potten waar je op kunt gaan zitten. We hebben een bootje dat rondvaart. We hebben een hele oude bus waar je straks in gaat zitten met een virtual reality bril op waarmee je door de stad rijdt. Het is gewoon documentaire. Het is een documentaire festival zoals er heel veel zijn in de hele wereld. Alleen heel anders, met super goede documentaires uit de hele wereld. Maar ook vooral uit ook deze cross-border regio. België, Duitsland, Limburg. Ja, we willen laten zien wat er eigenlijk ook hier is. En je kunt die mooie verhalen vertellen. Dat willen we heel graag doen. Ik vind van mij persoonlijk maar het meer cinematografische documentaires Above and Below van Nicolas Steiner. Die is ook aanwezig op vrijdag voor de masterclass en ook vrijdagavond. Presenting Princess Shaw, een hele toegankelijke film over een verzorgster die heel erg wil doorbreken. En ik denk dat misschien ook een hele goede is, ja, Wiener natuurlijk. Dat is logisch als openingsfilm, dat is fantastisch. Ik denk ook wel dat betreft een Lo and Behold van Werner Herzog. Die draait eenmaal bij ons, maar die draait ook echt op de dag dat hij echt uitkomt. Het is ook heel goed en heel interessant over hoe onze idee is van hoe die internetsensatie, hoe we met elkaar communiceren. Hè, wat we erover hebben, wat wij wifi-free zones hebben. Nou. Die gaat daarover. Is geweldig. Net als alle andere documentaire festival. Documentaire festival alleen uit die filmzalen gehaald, minder elitair gemaakt, heel toegankelijk. En dat is het ook, heel veel films gratis. Dus.